Nederlandse film. Zie je op het Nederlands Filmfestival 27 september tot en met 5 oktober in Utrecht. Sylvia van der Herde, wij praten dagelijks over het grote aanbod tijdens het Nederlands Filmfestival. Jij gids ons daar doorheen en bespreekt dagelijks 3 filmtips. Waar moeten we morgen naartoe? Nou, sowieso naar de hommage aan Rutger Hauer. We laten Oogverblindend zien, een regie van Cyrus Vries. En dat is de eerste film waarmee Rutger in 2009 weer terugkwam in Nederland. De grap is eigenlijk, je ziet hem niet tijdens de film, maar hij is de voice-over. En Cyrus Vries vertelt na de film over zijn samenwerking met Rutger en eigenlijk over de activistische kant van Rutger Hauer. I'm a passionate young woman. I want to enjoy life. Every single side of it. I don't want everything to be arranged. I want some chaos. Dust. Survival. Adventure. I'm thirsty. I'm hungry. I'm longing for something, you know? I think I'm ready for something else. Yeah. I want to come over. Filmtip 2 voor morgen, woensdag 2 oktober. Waar moeten we naartoe? Naar Puk en Hans, Made in Holland, een documentaire over het befaamde ontwerpersduo. En wat heel mooi is, is dat ze voor de documentaire hebben ze telkens mensen in beeld gebracht die stukken hebben van Puk en Hans en al die jaren hebben bewaard en daar echt fantastisch over kunnen vertellen. En Puk en Hans vertellen dan natuurlijk ook over de jaren dat zij daar samen aan het werk waren. Ja, het modebeeld was heel stijf. Nederland is niet echt een modeland. En wij hebben daar flink tegenaan geschopt. La collection de Puk et Hans. Je trouve ça intéressant, je trouve que c'est très bien, c'est tout à fait ce qu'on a envie d'aujourd'hui, c'est moderne, c'est jeune et avant-garde en même temps. Hoogtepunt voor Nederland was natuurlijk dat Puk en Hans de fil d'or, de gouden draad kregen voor hun collectie. Puk en Hans, dat vond ik fantastisch, maar het was een winkel met een enorme drempelwaarde. Ja, nu moest ik echt een paar keer ademhalen voordat ik daar naar binnen durfde. Puk en Hans hebben denk ik een heleboel mensen, als zij de deur uitgingen met hun kleding, een heel mooi en fijn gevoel gegeven. Als je hun kleding droeg, dan zag ik dat mensen echt straalden. Alle trouwe klanten, en dat zijn er veel, zijn het erover eens. Puk en Hans zijn een begrip. Voor Nederlandse begrippen staan ze eigenlijk op nummer 1. Modeontwerpers Puk en Hans Puk en Hans. Puk en Hans. Puk en Hans. Heb je stichtelijke muziek op, joh? Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Jezus zeg. Kan eens een leuk nummertje op. Wat is filmtip 3 voor morgen? Dat is geen film, maar dat is een televisieserie. Keizersvrouwen, daarvan laten we de eerste 2 afleveringen zien. En Keizersvrouwen gaat over de wereld van escort girls. Het is een hele spannende en een beetje tintelende serie waarin Carina Smulders als een van de escort girls fenomenaal schittert. Waar was je nou? Ik heb je al 10 keer gebeld. Als je wil, kan ik ook blijven slapen. Weet je, moeten melden gisteravond. Ik was geboekt. Dat hoef je niet te betalen.
Hij wilde dat ik blijf slapen. Jezus. Doe wat aan jezelf. Je ziet er niet uit. Ik wil je over 10 minuten zien. Ja? Stralend. Begrepen? Janna. Een klant boekt jou, hij betaalt en that's it.